Siep, mag ik je feliciteren met je nieuwe aanstelling als voorzitter van de Navy? Dankjewel, ik heb daar veel zin in. De Navy is een beroepsvereniging voor inkopers. Wat zijn hun belangrijkste uitdagingen? Nou, om dat te illustreren heb ik een Game Boy meegenomen. Dat is een apparaatje uit de 20e eeuw en er zijn inmiddels nieuwe versies. Maar je wilt graag dat je ook op je nieuwe versies je oude spelletje kunt spelen. En dat is een goede metafoor voor inkoop. Want er komen heel veel nieuwe uitdagingen op de inkoper af. Grondstoffenschaarste, maatschappelijk verantwoord inkopen. Maar in essentie blijft zijn positie wat hij altijd al was. Hij is de dienst die de relatie met het leverende bedrijfsleven organiseert voor primaire processen. Of dat nu in je eigen bedrijf is of bij een overheid. En daarvoor heb je nodig kennis van de markt. Je moet weten wat er te koop is. Maar evenzeer kennis van je eigen organisatie. En je hebt de verbindende kwaliteiten nodig om die bij elkaar te brengen. En heel belangrijk is ook dat je in die discussie een positie hebt. Dat je wordt gezien. Dus als je goed begrijpt, dan is de essentie gewoon nog steeds hetzelfde. Zo is het. Dat vind ik een mooie boodschap van de voorzitter van Navy. Dankjewel.